Geen extra vluchten en vooral de geluidsoverlast indammen. Dat zijn de belangrijkste punten voor Eindhoven Airport de komende jaren. Hier in het Evoluon presenteerde Pieter van Geel zojuist dit rapport over hoe het nou verder moet met de ontwikkeling van Eindhoven Airport. En zijn advies is anders dan anders. Want in plaats van te kijken naar het aantal vliegtuigen dat mag opstijgen en landen, wil hij alleen nog kijken naar de geluidsoverlast. En die moet omlaag met 30% over de komende 11 jaar. Ik heb gewoon gezegd, nee, we draaien het om. We gaan bepalen hoeveel minder hinder en er mag zijn. En van daaruit ja, redeneren we maar terug dat u zijn best moet doen om zo schoon mogelijk en stil mogelijk vliegtuigen te maken. En dan is het aantal een gevolg, niet het vertrekpunt. Dus eigenlijk draait het precies om. En dat doen we bij bedrijven ook. Elk bedrijf die krijgt milieunormen van de overheid en dan zegt u mag zoveel uitstoten aan iets. Nou, en dan ligt het aan het bedrijf of ze dat doen door betere productiemethoden, minder te doen. Moeten ze zelf weten, nou hier ook. Op het eerste gezicht lijkt dat dus een overwinning voor de organisaties van omwonenden die al zo lang klagen over de geluidsoverlast. Ja, dat zie ik ook zo, omdat de kern voor mensen is, hoe zit het met de hinder? Ik heb hinder van geluid, van vliegtuigen en andere zaken. En de mensen maken zich ontzettend veel zorgen over de luchtverontreiniging. Dus dat daarnaar gekeken wordt is belangrijk. In het verleden is dat altijd gemeten, er was een berekening voor. Maar het goede nieuws is dat bijvoorbeeld in Eersel komt er ook een meetsysteem. We gaan echt meten wat het is. Het model zoals het er nu ligt gaat een oplossing bieden. Alleen in 2026 zitten er andere regeringen en andere mensen aan de knoppen. En dat is de onzekerheid. Het voordeel van harde getallen is dat je ze kunt volgen. En dit is een model en daar kunnen mensen aan knoppen draaien en inzichten kunnen veranderen. En dat is een risico. Een van de belangrijkste onderdelen van dit rapport is dat het vooral breed gedragen moest zijn. Want daar heeft het de afgelopen jaren nogal aan geschort. Ja, ik voel me gehoord. Wij konden alles inbrengen. Pieter van Geel heeft ons goed doorgesproken. We zijn ook, als ik dat zo noem, tot gaatje gegaan om alles uit te zoeken. Want ik herinner me ook een van de allereerste bijeenkomsten met al die belanghebbenden. Nou, er is natuurlijk toch ook heel veel. Er was toch wel heel veel twijfel. Toch ook boosheid uit het verleden. Ik denk dat door de wijze waarop dit proces gelopen is, dat heel veel heeft kunnen wegnemen. De verbondenheid van het vliegveld met de regio mag wat mij betreft wat sterker. Dat heeft te maken met het feit dat ik voel in de gesprekken die ik gevoerd heb dat de groei wel erg hard geweest is de laatste jaren. En dat idee heeft van ook rondom Eindhoven Airport parkeren. Kan dat niet even een beetje weer? Hè? Nou, dat gevoel bestaat. En daar moet nu dus wat aan gebeuren. In ieder geval door de komende 2 jaar vast pas op de plaats te maken. Maximaal 41.500 vliegbewegingen per jaar. En geen geplande vluchten na 11 uur 's avonds. En richting 2030 dus 30% minder geluidsoverlast.